Goedemorgen, het is 3 maart 2013. Ik wil nu even reageren op het artikel van Knoops in de Telegraaf over de werkwijze van, op de werkwijze van Knoops. Knoops en ik zijn al een jaar of 6 in een soort mini-oorlog verwikkeld met elkaar. Hij weet dat, ik weet dat. Ik denk dat we elkaars intelligentie wel kennen en zelfs elkaars werkwijze kunnen volgen. Ik weet wel waar hij mee bezig is, maar ik ben er kwaad over omdat ik vanuit mijn wereld vind dat het leidt tot een burgeroorlog. Ik wil niet alles herhalen. Het enige wat ik nog even wil herhalen is dat Knoops, die heeft die brief van 22 augustus 2012. De brief die het internationaal strafhof aan mij heeft gestuurd en waarmee ze hebben bewezen dat het ICC weigert te werken als eerlijke rechtbank. Die brief, dat is dus een print en daar staat mijn handtekening op. Dus die is meegestuurd met dat briefje wat ik nu in maart aan Knoops heb gestuurd. Dan krijg ik van Knoops zo'n lullige afwijzing. En hij weet ook heel goed dat ik daar niks mee kan. Dan komt hij in de media en dan zegt hij van ja, er zijn veel onopgemerkte moorden. Dat betekent dus dat er in Nederland mensen worden vermoord en niemand kijkt daar naar op. Het kan zijn dat dat vermiste personen zijn. Het kan zijn dat dat vermiste personen zijn waar niemand om geeft. Dus je hebt twee niveaus, hè. Het kan zijn dat het echt vermoorde personen zijn en dat nu de heilige moordenaar zich rotlacht over het artikel in de Telegraaf en mijn videootjes. Ik denk dat er door de aanpak van Knoops meer geweld komt. En dat ligt dan niet in één... Ik heb het even moeilijk om mensen, er gaat hier even iets door mij heen. Dat ligt dan niet aan Knoops alleen. Het ligt gewoon aan het feit dat politieke partijen weigeren te erkennen wat er aan de hand is in het rechtssysteem. Een voorbeeld. Jan de Wit van de SP heeft nu weer voor de zoveelste keer het lulverhaal over de toegang tot het recht, de rechtsbijstand voor de arme mensen, op zijn website staan. Ja, dat riedeltje kennen we nu wel. Wat de SP niet vertelt, is dat ze mij de partij hebben uitgetrapt omdat ik een bijstandsmoeder ben in Rijk Bloemendaal, die werd mishandeld door een groeiende groep ambtenaren, die wel naar de rechter kan, daar veel geld aan kan uitgeven, maar ik kan niks met die gerechtelijke uitspraken doen. Het is de CFVB geweest die mij toen heeft gedwongen de rechtszaken tegen de ministers te voeren, artikel 76 procedure wet op de rechterlijke organisatie. Het is de Hoge Raad geweest die dat dossier heeft weggegooid, omdat er bij het ministerie van Veiligheid en Justitie heel veel elite-moordenaars werken. En het ministerie van Binnenlandse Zaken had dat moeten stoppen, maar die heeft dat niet gedaan. Dat is de oorzaak van die rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Nou, dat was 1 mei 2007. Daar is die brief van 22 augustus 2012 op gekomen. En dan heb je nu de situatie dat het Nederlands rechtssysteem aantoonbaar 100% corrupt is. En dan negeren die politici dat nog steeds. Die komen dus met 1/3 van het probleem in de media in plaats van 100% hel. In plaats van dat ze nou zeggen, dat ze even met elkaar gaan overleggen en zeggen van eigenlijk weten wij dat die stokkel ons al 5-6 jaar e-mail stuurt. En eigenlijk weten we ook wel dat die stokkel heel erg gelijk heeft en dat wij ontzettend fout zijn en dat het helemaal misgaat in Nederland. En we moeten nu iets doen. Er moet nu moeten politici erkennen dat ze enorme fouten hebben gemaakt ten overstaan van mij. Dat ze nooit hadden mogen negeren dat de Hoge Raad dossiers weggooit op verzoek van politici. Dat ze nooit al mijn bewijsstukken over het internationaal strafhof hadden mogen negeren. Dat moeten ze doen om te voorkomen dat er een burgeroorlog komt. Want die burgeroorlog die is al veel verder en veel dieper ingevreten in Nederland dan het volk ziet.
die burgeroorlog, die... Al-Qaeda die wordt getraind, hè, heb ik ook uitgelegd afgelopen week. De deal die Amerika en Rusland hebben gesloten ten aanzien van Syrië, is dat ze gezamenlijk het internationaal strafhof negeren. Rusland knijpt een oogje toe omdat Obama Amerikaanse soldaten naar Syrië wil sturen voor het trainen van Al-Qaeda in gevechtstechnieken. En dan tegelijkertijd worden al die drones ingezet in Afrika om daar Al-Qaeda te doden. Dat is iets wat niet samengaat. En dat is iets, een proces, dat loopt via het internationaal strafhof. Of als je, dat kan je ontkennen of niet. De realiteit is dat het loopt via het internationaal strafhof. En het meest recente bewijs is de Munich Security Conference begin februari, waar Fatou Bensouda gezellig zat te lobbyen met Amerika, Rusland en NAVO. De militaire technologie sector, daar word ik echt zo kotsmisselijk van, hè, van die lobby. Dan de bankenwereld en noem maar op nog meer. Ik heb dat allemaal uitgelegd, hè. Ga daar naartoe. Er komt dus een burgeroorlog omdat de media een heel deel van de waarheid gewoon systematisch heeft geboycott. Maar het buitenland weet dat wel. En het buitenland, die ziet de media en die wordt dan agressiever op bepaalde plekken op planeet Aarde. Je ziet het ook, een ander voorbeeld is de reactie van David Cameron op Syrië. David Cameron, of eigenlijk die William Hague, die wil oorlog in Syrië, die wil militair ingrijpen. Dat wil hij alleen maar omdat ik de hele ICC, WikiLeaks, Buckingham Palace en Obama systemen publiceer. Meer oorlog is dus zijn antwoord op mijn waarheid. En zo gaat het maar door. Dat is allemaal veel gewelddadiger. In Engeland zijn er heel veel mensen die mij heel serieus nemen. Veel meer dan in Nederland. Alleen ze publiceren niet de hele waarheid. En dat heb ik al uitgelegd waarom dat fout is. Nou willen de Engelsen los blijven staan van het vaste land, dus dat zal daarmee te maken hebben. Ik weet ook niet wat ze achter mijn rug om doen. Ik denk heel veel meer uitleggen en werken met mensenrechten dan dat wij in Nederland doen. Dat zijn allemaal van die kleine berichten die ik dan ontvang. Het gaat in Nederland dus heel erg slecht. En ik denk dat we nu een situatie krijgen dat politieke partijen allerlei lulverhalen gaan produceren over toegang tot de rechter, de rechtsbijstand, de advocatenorde, de rechterstudie, studiefinanciering, de kwaliteit van het werk van rechters. Dan krijgen we weer dat riedeltje van, ja, politie heeft zoveel werkdruk. Nou, politie heeft tijd zat om mensen te folteren en te vermoorden en illegale politieverhoren uit te voeren, dus laat die werkdruk maar zitten, hoor, daar hebben ze het niet zo moeilijk mee. Begrijp je? Ik denk het wel, ik kan stoppen, want anders wordt het heel vervelend. Dag.